bij Tessa terug. Ik stel voor dat we alvast naar het kleinste stembureau van Nederland gaan. Ons land telt 9400 stembureaus. En de kleinste ligt in Marle in Overijssel. Daar hebben ze niet piepkleine potloodjes, maar het is wel lekker krap daar. De voorzitter die kent alle stemgerechtigden daar uit de buurt en neemt uitgebreid de tijd voor de gasten die in zijn stembureau komen stemmen. Nou, ik denk dat het zo heel mooi staat. Welkom bij het kleinste stembureau van Nederland. Het is een kleine gemeenschap hier. Er is geen dorpshuis, geen kerk, geen café. Hier is niks, geen openbare ruimte. En toen hebben ze mijn vader gevraagd of het bij hem in de boerderij mocht. En zo is het gebleven. Maar dacht u niet, waar begin ik aan? Moet je luisteren, het is 75 jaar, zo oud ben ik nog heel niet. Dus ik ben ermee opgegroeid dat het gewoon bij ons thuis was. Dus er was geen probleem, ik weet niet anders. Ah, je ziet de hele buurtschap, die komt even en nou... Als er veel komen, dan komen er morgen 60. Nou, daar kun je nog wel af, hoor. Dat is nog wel te doen, ja. En waar gaat u eten? Dat doen we in de keuken. En dat komt wel goed. Geen medelijden, we krijgen geen honger en we lijden geen dorst. Prachtig. Dat kan er maar één de kleinste zijn, natuurlijk.